Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs brengt sinds 2021 rapportages uit over de leergroei van uw leerlingen. Om hulp te bieden bij het lezen en interpreteren van de figuren uit die leergroeirapportage geven we in dit filmpje wat extra informatie. Centraal in deze video staat de gestandardiseerde leergroei. We leggen daarbij de basisgedachten uit en ook de interpretatie. We beginnen met wat achtergrondinformatie bij die leergroeirapportage. In de leergroeirapportage vergelijken we de leergroei sinds de COVID-19-crisis met de leergroei van voor de COVID-19-crisis. Is die leergroei sinds die crisis, waarbij leerlingen door die schoolsluitingen deels digitaal thuisonderwijs hebben gevolgd, nu vergelijkbaar met de jaren daarvoor of niet? We doen dit voor drie domeinen. Begrijpend lezen, spelling en rekenen wiskunde. Hoe moet u dit figuur nou lezen? De figuurtitel geeft om te beginnen weer dat het hier gaat om de gestandardiseerde leergroei in vergelijking met het landelijk gemiddelde en de voorspelde referentiewaarde. En let op, het gaat hier dus niet om de absolute leergroei die u ziet in het figuur over de jaargroepen. We hebben die leergroei gestandardiseerd om hem vergelijkbaar te maken tussen de drie domeinen. Verder ziet u in dit voorbeeld dat de leergroeiperiode hier anderhalf jaar betreft, van de middentoets in 2019-20 naar de eindtoets van 2021. In andere leergroeirapportages kan het zijn dat we een andere periode weergeven. Dit wordt dan duidelijk aangegeven. Op de horizontale as ziet u de drie domeinen. Begrijpend lezen, spelling en rekenen wiskunde. En bij ieder domein ziet u de twee perioden. Eén staaf voor de voor-COVID-periode en één staaf voor de sinds-COVID-periode. Op de verticale as ziet u de gestandardiseerde leergroei. Dit is een waarde tussen min 2 en plus 2. Hoe kunt u dit figuur nou interpreteren? We nemen als voorbeeld de gestandardiseerde leergroei van het domein rekenen wiskunde aan de rechterkant van het figuur. Voor COVID-19 lag de leergroei van uw leerlingen boven het landelijk gemiddelde, maar ongeveer gelijk aan de voorspelde referentiewaarde. Sinds COVID-19 zien we echter dat uw school onder het landelijk gemiddelde zit en ook lager ligt dan de voorspelde referentiewaarde. Ook kunt u de domeinen onderling met elkaar vergelijken. Zo is te zien dat uw leerlingen de hoogste leergroei hebben op het domein begrijpend lezen. En ook dat de leergroei voor rekenen wiskunde sinds COVID-19 achterblijft op de leergroei van de andere twee domeinen. Daarnaast laten we ook de gestandardiseerde leergroei zien voor de verschillende sociale groepen, namelijk op basis van geslacht, migratieachtergrond, huishoudinkomen en huishoudstructuur. In het figuur dat u hier ziet, laat de figuurtitel zien dat het gaat om verschillen in leergroei tussen jongens en meisjes. U ziet daarbij twee figuren. De bovenste figuur is de gestandardiseerde leergroei van de meisjes en de onderste figuur is de gestandardiseerde leergroei van de jongens. Op de horizontale as ziet u, net als in voorgaande figuren, de drie domeinen en bij ieder domein de periode voor en sinds COVID. Op de verticale as ziet u ook weer de gestandardiseerde leergroei, die waarde tussen min 2 en 2. Die is hier niet alleen maar tussen de domeinen vergelijkbaar, maar ook tussen de jongens en de meisjes. En ook is in dit figuur weer het landelijk gemiddelde weergegeven, met de blauwe staaf. U kunt hier weer op de vertrouwde manier de staaf van uw eigen school vergelijken met de referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. Voor een voorbeeld van de interpretatie van dit figuur gaan we kijken naar spelling, de middelste staven. En als we dan kijken naar de meisjes, dan zien we dat zowel voor als sinds COVID-19 de meisjes op uw school boven het landelijk gemiddelde en vergelijkbaar met de voorspelde referentiewaarde scoren. Terwijl de jongens zowel voor als sinds COVID-19 onder het landelijk gemiddelde scoren, maar wel iets hoger dan de voorspelde referentiewaarde. En u kunt de domeinen ook onderling met elkaar vergelijken. Zo kunnen we in dit figuur zien dat de meisjes op uw school het laagste scoren op rekenen wiskunde en ongeveer even hoog op begrijpend lezen en spelling. De jongens daarentegen scoren het laagste op spelling en juist het hoogste op rekenen wiskunde. Dit was een korte uitleg over de figuren van de gestandardiseerde leergroei uit het leergroeirapport en wat de interpretatie daarvan is. Wilt u nou meer weten? Op onze website vindt u ook de technische toelichting en daarnaast kunt u daar onze andere filmpjes bekijken.